Ik hou mijn werkstuk over 10 dingen die niet leuk zijn aan skiën. Nummer 1. Schoenen vastdoen. Kan je dat nou niet zelf? Godverdikkie nog aan toe, man. Ben je ook een baby? Wat een geklooi, die roddingen. Ja, goed? Ja, ook. Die? Oh, die zit er goed. Kijk, het zit weer niet goed. Wat een geklooi. Die neus met de benen, ja. Ja? 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 Punt 2. Als je in de lift zit, dan is het soms koud. En dan zijn de stoeltjes ook koud. Dus dan krijg je allemaal sneeuw om je gezicht. En natuurlijk een koude kont. En dat is niet leuk. Nee. Punt 4. Je kan niet goed opstaan. Punt 5. Een langzame voorskier. Punt 6. Als je in een net skiet. Tegen een net aan skiet. Wow. Punt 7. Als je de bosjes in skiet, dan kun je er ook niet makkelijk weer uitkomen. Punt 8. Drukte bij een lift. Soms is het heel druk, dan moet je heel lang wachten. En soms is het ook een glijlift, dus dan glij je tegen iedereen aan. En dat is niet zo fijn. Dat je omhoog moet klimmen. Punt 10. De kleding is niet modieus. Een hele lelijke dikke slobbenbroek, hele grote schoenen, een domme bril en er zijn bijna geen mooie skijassen.